40 jaar Wim Kan met Corrie aan zijn zijde. We draaien de klok terug naar 1936, het oprichtingsjaar van het ABC-cabaret. Amsterdam, Leidsepleintheater. Al 14 jaar geleden stond Welkom op de mat. Verhuurde mij een kamer met inbegrip van het pad. Kwam meneer Van Putten en zag de kamer aan. En is sinds 14 jaren hier nooit meer weggegaan. Die keurige Van Putten werd onze commissaris. Hij lachte om het welkom bij ons in het portaal. Hij wordt verzorgd met liefde en voert in onze vorst. Eet rijstenbrij met krenten en commissaris wordt. Hij was zo gewoon, zo doodgewoon en al zijn kleren waarin Koep in zat. Hij huurde hier de kamer met het bad. Maar de pendule uit het salon, die weet veel meer als ik. En zegt telkens zacht verwijten, stiekem, tik, tak. Maleise. Zegt die vader, Maleise jongen, dat ben ik. Ik ben de verpersoonlijkte Maleise. Kijk mij maar aan. Vroeger was alles prettig en vrolijk. En tegenwoordig alles naar en ik moet beknibbelen. En ik moet bezuinigen en zo. Dus allemaal. Ik ben de Maleise. Zit die jongen, ja vader, dan kan ook niet de Maleise ben. Maar ze hebben het op school, hebben ze het ook dikwijls over die Maleise. En dan kan ik het niet zeggen. Mijn vader is de Maleise. Is het gek? Kun je dat niet zeggen? Kunt u me niet een voorbeeld geven? Ja jongen, dan zal ik je een voorbeeld geven. Vroeger! Zijn economische problemen, maar dat begrijp je toch niet, maar ik zeg je duidelijk maar. Vroeger begrijp je, was er nog wel eens plezier, was er nog wel eens pret. Toen hadden we, ja het is wel geen mooi woord, maar toen hadden we nog lol, begrijp je. En tegenwoordig hebben we zelfs geen lol meer. Ja, maar, begrijp ik wel, maar ik heb toch als voorbeeld niet gezegd, vader heeft geen lol meer en dat is een Maleise. Kunt u me nog niet eens een voorbeeld geven? Toen zegt hij, nou jongen, moet je eens even luisteren. Vroeger was het wijn, wijn, voel ik je zang. Tegenwoordig is het een half flesje bier. Je moeder en de radio. En dat was de stem van Louis Grimberg, de gevierde conferencier van het prille ABC-cabaret. De toen 25-jarige Wim Kan was aan dat métier nog niet begonnen. Hij werkte mee als auteur en acteur. En in die laatste hoedanigheid speelde hij in 1937 een uiteraard komische kleine rol naast Lily Bouwmeester in de film Pygmalion. Maar u wilt toch niet zeggen dat meneer uw vader dronk? Drinken? Zegt u maar gerust, zuipen. Ah, hoe ontzettend voor. Gerust niet. Ik heb nooit kunnen merken dat hij er schaar van had. Integendeel, hij raakte pas goed in zijn humeur als hij flink bezogen was. Waar grip je om, jongeman? Op die nieuwe manier converseren. U doet het buig goed. Pardon. Juffrouw Doolittle, loopt u soms het park door? Lopen? Ha, ben je belazerd? Klim een taxi. De grote ster die het ABC-cabaret droeg was Corrie Vonk. Met haar overrompelende humor, maar ook
met haar subtiele creatie van een Amsterdam straatschoffie. Ze stallen alle Nederlandse harten mee. Knijn is dood. Het lag vanmorgen zo en hij is dood in zijn hok. Het beest was zelfs al koud geworden. Gek dat ik toch even schrok. Wat zou dat nou eigenlijk zijn? Morgen koop ik een nieuw kanaan. Het kanaan is dood. Zo'n kanaan heeft niks geen waarde. Kwijt ze voor 2 kwartjes al in een winkeltje te koop. Ach, zo'n buis kost niet meer dal, omdat er zoveel van zijn. Morgen koop ik een nieuw kanaan. Het kanaan is dood. Ja, met kanaan loop je steeds dezelfde kans. Het zijn per slot geen sterke beesten. Moet zo'n dier nou ook een krans? Het zou een soort aandenken zijn. Morgen koop ik een nieuw kanaan. Mijn kanaan had groene ogen. 1 witte voorpoot. Verder bruin. Een lekker ordinair gezichtje. Het liep vaak los. Zo in de tuin. Reuze sprongen. In een gaan. Morgen koop ik een nieuw kanaan. Stel je voor, je stinkt de griene. Om zo'n buist. Wat zeg je ervan? Honderden zo in de tuinen. Ja, ze janken. Ik als man. Ik ken het beste. Blij om zijn. Morgen koop ik een nieuw knijn. Corrie Vonk en Wim Kan verschenen in 1938 voor het eerst voor de televisie op de jaarbeurs in Utrecht. In een radio-interview vertelden ze hun ervaringen. Wim had toen al zo zijn bedenkingen. Nou, het konijn is dood, dat heb ik nu 250 keer op het toneel gespeeld. En nooit ben ik erin blijven steken. Nu sta ik voor de camera, mijn schoonvader voor het raam en minstens 300 mensen en ik blijf in het slot steken. Nou, ik vind het verschrikkelijk moeilijk om je te concentreren bij zo'n televisiedemonstratie. Dus staat Erik de Vries, die staat daar met een hele grote camera vlak voor je neus. En je bent tenslotte in een hele kleine ruimte. En je kan je ternauwernood bewegen. Ik ben afgeleid, hè. Ik ben er door geïmponeerd. Beuker en de Nijs hier, die zijn zo rustig. Ik weet niet of ik er ook ooit aan zal wennen, hoor. Je weet bijvoorbeeld ook helemaal niet van welk deel er nou precies van je op het doek verschijnt, hè. Je weet niet of je het goed doet en je weet niet, soms denk je, nou doe ik het helemaal verkeerd. Je zit maar zo'n beetje in het donker te tasten. Maar we hebben het in elk geval, ik vond het reuze leuk. Ik weet niet of het ooit wat worden kan, hoor. Misschien ligt dat aan mij, maar we waren de eerste in elk geval die bij die proefuitzending voor de televisie in het openbaar mochten optreden. En dat vond ik toch wel interessant. In de mobilisatietijd kwam oud-minister Kan voor de radio om het steuncomité 1939 aan te bevelen. En hij vroeg zijn zoon Wim om de stem te vertolken van Johan de Wit, die ons moreel een beetje moest opkrikken. Goedenavond, dames en heren. Hier is de radioomroep Dordrecht, anno 1650. De aard der Hollanders is zodanig dat als haar de nood en de pedicuren niet zeer klaar voor de ogen komen, zij geen zin gedisponeerd kunnen worden om naar behoren te figureren voor haar eigen securiteit. U hebt geluisterd naar Johan de Wit en dient ten gevolge, zij het met onze begrippen in iets wat uitheemse taal, naar een oordeel over uw voorvaderen van ongeveer 3 eeuwen her. Zou het oordeel over de Hollander van het jaar onze heren 1939 anders luiden? Het huidige tijdstip is als geen ander bij uitnemendheid geschikt om de proef op de som
te nemen. Indien een deel van het lichaam leidt, wordt het geheel aangetast. Of, om het met de woorden van de Wit uit te drukken, de nood en de pericule staan thans diermate klaar voor de ogen dat wij behoren te vigileren voor onze eigen securiteit. 1939 was ook het jaar waarin het ABC-cabaret naar Nederlands-Indië vertrok, in 100 dagen uit en thuis, zoals dat toen heette. Batavia 1941. Corrie Vonk vierde er triomfen als Dr. Fokkema. Een uniek monument voor een Groninger, zei het wat klein van stuk. Ja, dames en heren, je kan raar een ding metmaken, hè? U moet weten, dames en heren, ik reis tegenwoordig alleen maar tussen Groningen en Sappermeer. Ja, ik ben forens worden. Wees nou wat een forens is? Wees nou de definitie van een forens? Een forens is een stadsmeneer die buiten gaat wonen om in de stad kippetjes te houden. Wees nou ook forens? Die kerel heeft een tuitenbol of een hok vol kip met kippen, hè? En Wim Kan zong een liedje en kondigde het volgende nummer aan. De conferencier was, nog zeer aarzelend, begonnen. Want zo is de mens in al zijn glorie. Contramineus, onlogisch en inconsequent. En ook desgewenst kort van memorie. Waardoor hij soms zichzelf als het moet niet eens herkent. Ja, dames en heren, wanneer de zaak eigenlijk is op de keper beschouwd, hoeveel zijn er dan onder ons die als ze eenmaal van niet tot iets zijn gekomen, zichzelf nog willen en kunnen herkennen. Zie hier dan één voorbeeld uit de duizenden, getiteld De historie van een dame met een grote hoed op. Een zeer bijzonder verhaal, let wel, zij is desgewenst. Kort van memorie deze dame, waardoor ze soms zichzelf als het moet niet meer herkent. Een dame met een grote hoed op, de dame met de grote hoed op is Corrie Vonk, het dienstmeisje Lia Sten. Ik ben een vrouw met een grote hoed op. Vroeger zette ik vaak een grote mond op. Dat was toen ik nog dienstbode was. Maar dat ben ik nu vergeten. Nu ben ik een mevrouw met een grote hoed op. En houd zelf fooies erop na. Ze hebben het bij mij niet makkelijk. Want ik ben ontzaggelijk ongemakkelijk voor ze. Maar dat kan ook niet anders. Omdat ik helemaal vergeten ben dat ik zelf dienstbode ben geweest. Van die 100 dagen uit en thuis kwam door de oorlog niets terecht. Het ABC-cabaret keerde pas in 1946 in Nederland terug. En Wim Kan wijde een sober, volstrekt onpathetisch boek aan zijn ervaringen met de Japanse bezetter. En terwijl we daar met ons drieën spiernaakt in Gods vrije natuur staan en voorzichtige, dure, kostbare water over onze magere lijven sprenkelen, en terwijl de rat op een goede kilometer afstand staat gaar te koken en je de twee Thaise olifanten plotseling luid kunt horen trompetten, omdat ze nu blijkbaar aan het trekken zijn gegaan, denk ik plotseling hoe normaal ik dit abnormale leven eigenlijk ben gaan vinden. Hoe ik op de grens van Burma en Thailand de grens van normaal en abnormaal uit het oog heb verloren. In 1967 haalde hij de in de Jappenkampen gezongen liedjes nog eens op, tijdens een Burma-reunie in het Scheveningse Kurhaus, op het accordeon begeleid door zijn ex-kampgenoot Nico Raier.
Ik heb een potpourri geschreven voor deze speciale gelegenheid. Het zijn natuurlijk allemaal liedjes die u min of meer kent. En de potpourri moest natuurlijk een naam hebben. En heb ik gedacht, weet u hoe we moeten noemen? Ter ere van onze vroegere werkgever heb ik hem genoemd de Hero Hito Hit Parade. Wij gaan naar buiten, waar de kogeltjes fluiten. En waar het Japannertje weer wat verzint. Om je laatste voedingsresten uit je body weg te pesten. En waar alle misère begint. Want daar begon het pas goed, dat weten we nog wel, aan de spoorlijn. Ik heb wel eens gedacht, die spoorlijn deed me soms denken aan een lintworm. Hoe langer hij, hoe magerder wij. Jongens, de brug is bijna klaar. Jongens, nog twee, drie ballen kiezen maar. Mannen, nou gaat het spannen. Nog één zo'n balk en het dondert in mekaar. Jongens, de brug wordt jouw verloren. Jongens, straks komt de Burma-spoor. Mannen, nou gaat het spannen. Als alles goed gaat, dan lazert hij erdoor. Want dat heb ik wel eens gedacht. Onze voerende schat van vandaag hebben we 25 jaar geleden geplukt in de diepe bossen van Burma. Kunt u zich herinneren? Gek, hè? Ik kan het nog altijd merken. Als ik een teleurgestelde wethouder tegen de pers zou zeggen, ik voel me grotelijks belazerd, zeg ik Burma. Kan niet anders. En dat is het mooie van de band die ons is gaan winden. En zoiets kunnen wij alleen begrijpen. Want de mensen, er zijn wel eens mensen die zeggen, wat is dat voor een taal? Dan zeg ik, dat is koetserwaals. Ja, mensen, we hebben wat meegemaakt. En toch, diezelfde dokter Koets, die heeft van binnen toch iets gehouden van die spoorlijn. Soms kan je toch horen, loco burgemeester, zou ik maar zeggen. Dit erin. Onder de bomen van het kamp, daar zit het 's morgens vroeg al stam. Van kampbewoners wijs en gek, die peinzen staren naar het hek. Onder de bomen van het kamp, daar zit het 's avonds laat nog stam. Is daar een bronbeek in het klein, en iedereen bromt zijn refrein op dat verdomde kam. Want onder Brombeeks bomenwoud raak je met menigeen vertrouwd. Wie eens zo filosofisch scheen, staat in zijn hemd nou heel alleen. Want daar op Brombeeks bomenplein blijken de grootste mensen klein. Daar blijkt zo menig idealist een doodgewone egoïst op Brombeeks bomenplein. Alles gaat goed, gerust je kan me geloven. Alles gaat goed, het gaat perfect. Geloof me beslist, dit komen we te boven. Als het niet zo is, merk je direct. En is de strijd eenmaal gewonnen, en is de mensheid uitgeroeid, dan wordt de oude rotzooi weer begonnen. Dan wordt de zaak opnieuw verknoeid. En dat is gelukkig dan heel anders gegaan. Er is nog meer heel anders gegaan dan we eigenlijk hadden verwacht.
Er zijn zoveel dingen anders gegaan, want we hebben niet gedacht dat wij zo lang aan die Burma Road hadden gezeten, zo lang in die railroad hadden gezeten, dan dachten we als ze thuis kwamen dat wij de grote jongens zouden zijn. Wij dachten dat de vrouwen om onze nekken zouden hangen. Hè? En onze tja wat zouden bengelen, laat ik het zo zeggen nu. We hebben toch gedacht. Laat ik het nou maar zo zeggen. Ik kan het ook anders zeggen, maar zo zeg ik het niet. Gewoon op zijn Burmels. Het is toch zo, het allemaal heel anders gaan. Je praatte natuurlijk over die dingen. Je zat natuurlijk met elkaar. Je zat altijd te denken. Je vroeg wel eens aan een goede vriend. Heb ik ook wel eens aan. Moest je natuurlijk niet doen. Ik zeg, wat doe jij nou, hè? Als je na al die jaren dan weer thuis komt bij je vrouw, wat doe je dan? Hij zegt, nou, dat kan je niet vragen. Dan kun je goed, hè? Ik zeg, nee, dat begrijp ik ook wel, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar ik bedoel, wat doe je daarna? Hij zegt, dan doe ik mijn rugzak af. Heel andere tijden natuurlijk. Ja. Ach, je sprak eens over die dingen. Nou. Ja, wij dachten dat als je weer terug zou komen in het gewone leven. Ik heb er dikwijls ook liedjes aan gewijd. Hè, dat wij dan chance van die vrouwen zouden hebben. Dat menige gevaarlijke vrouw dan zou zingen tegen ons zoiets, hè, van. Ik wil een echtgenoot. Een zware jongen van de Burma Road. Aangekleed of bijna bloot, het hindert niet, het hindert niet. Ik wil zo'n bosjesman, waar je s'avonds wat mee worstelen kan. Met of zonder tja wat dan, het hindert niet, het hindert niet. Ik wil, het gaat nog verder, maar dat is voor boven de 90. Dit waren liedjes, allemaal oude melodietjes, van ons in Tjawat, achter de Kawat. Het waren fragmentjes van oude prentjes, van al die vriendjes. Uit die rare tijd vol van narigheid, het waren liedjes, lang vergeten melodietjes, van al die dagen, van wachten en klagen. Stuk van ons leven, staat daarin beschreven, een heel klein stukje. Van de eeuwigheid. Dat klonk ondanks alles nog vrolijk. Maar in 1971, bij de visite van de Japanse keizer aan Nederland, kwam Wim Kan in verzet. Fel en tevergeefs. Op Schiphol vertelde hij aan de Japanse journalisten wat Corrie Vonk en hij, de keizer bij diens vertrek, zo graag nog even hadden willen zeggen. Die ene minuut die wij bij onze regering hadden aangevraagd, maar die ze ons blijkbaar niet kon geven, omdat de stem van de minderheid in elk geval tijdelijk even niet gehoord moest worden, of omdat zij 46 uur lang geen baas meer was in eigen huis. Wij delen u mee, meneer Hirohito, dat u in ons land voor een deel van ons volk niet welkom was. Voor ons bent u een onaanvaardbare figuur, omdat juist u het verleden bij ons oproept dat wij zo graag zouden vergeten. Ga naar huis en zend ons zo snel mogelijk een vredelievend symbool, een afgezant van de jonge generatie van uw land. Hij zal zeker meer bereiken dan u met uw waanzinnig uitstapje kapot hebt gemaakt. En dat is onvoorstelbaar veel. Hier is een geschenk. Het is iets waar u blij mee moet zijn, want uw soldaten hebben er namelijk in uw naam 3 jaar lang naar gezocht. Mijn dagboek uit krijgsgevangenschap. Mijn dagboek van de spoorlijn des doods in Burma. Lees het, dan zult u misschien begrijpen waarom u hier nooit had moeten komen. Het woord is aan een nieuwe generatie. Al hebben de protesten van Wim Kan weinig succes gehad, de Nederlandse cabaretliteratuur dankt er een van zijn meest getuigende en indringende liedjes aan.
Soms denk ik ook wel eens, er leven niet veel mensen meer die het hebben meegemaakt. De vijand heeft er ongeveer 1/3 afgemaakt. Die slapen in een jute zak. De Burma-hemel is hun dak. De kampen zijn verlaten. Leeg de cellen. Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen. Wat aan de railroad is gebeurd, weten de doden alleen. Daar, onder elke dwarsligger, ligt wel geteld er één. Maar die houdt in de Burma-grond, tot in de eeuwigheid zijn mond. Osaka had hij nooit kunnen voorspellen. Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen. Die alles weten nog van toen. De 3 pagodenpas. De dode spoorlijn bij Rangoon. Ontvluchten hoe dat was. Je werd zonder te zijn verhoord. Op keizerlijk bevel vermoord. Maar wie wil dat nu nog tentoon gaan stellen? Er leven al haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. En toch leeft er nog altijd één die het navertellen kan, die de geschiedenis kent als geen, de keizer van Japan. Nou hij niet opgehangen is, had toen prins Bernhard aan de dis hem bestes mogen vragen hoe dat zat destijds in Burma met die doden en die zieken en die honger en die cellen. Wat had die dat terwijl hij at, mooi kunnen navertellen.